Dames en heren, fijn dat u hier allemaal gekomen bent op de open dag van de brandweerfase. Niet alleen een open dag om u te laten zien wat onze brandweer kan en om nieuwe leden voor de brandweer te werven, maar ook een bijzonder moment omdat we vandaag twee nieuwe brandweervoertuigen krijgen. En dat zijn niet zomaar voertuigen. Daar ga ik u zo meteen iets over vertellen, maar daar moet ik eerst even een klein aanloopje voor nemen. U weet, onze brandweer is geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat we nu in een cluster Epe, Voorst en Apeldoorn samenwerken. Voor een deel bestaat de brandweer uit beroepsbrandweerlieden en voor een groot deel ook uit vrijwilligers. Overdragen aan de burgemeester. Uw burgemeester heeft al een hoop verteld wat onze voertuigen kunnen. Wat dat betreft, hij kan zo bij onze salesafdeling beginnen. Heel veel klassenschoolproducten staan al hier in het rond. Ik ga niet verder uitweiden over wat het plan is voor de klassenschool. Veel succes met die voertuigen en we hopen vele veilige kilometers. Mijn collega, die is er al zelfs, want dat is altijd een teambuilding in de technische dienst van klassenschool. Die gaat de sleutel aanbieden aan de burgemeester, waardoor die weer verder kan met de voertuigen overdragen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, nou denkt u natuurlijk niet dat ik wat met die sleutel ga doen, want daar hebben we twee postcommandanten die deze sleutel van mij krijgen. Want zowel de postcommandant van Epe als van Vaassen, die krijgen een voertuig. Dus het doet me heel veel plezier dat ik hen na al die jaren nu deze sleutel kan overhandigen, zodat ze met het meest moderne voertuig aan de slag kunnen. Van harte gefeliciteerd, alstublieft. En daar komen ze naar buiten, dames en heren.